Welkom bij Excelsior 31 TV. Het mediakanaal van Excelsior 31. Samenvattingen. Interviews. Reportages. Erwin Looms, voorzitter van de technische commissie van Excelsior. 2 weken zijn er nu voorbij voor wat betreft de voorbereiding van het eerste. Hoe zijn die 2 weken op jou overgekomen? Ja, goed. De jongens die moeten aan elkaar wennen. En nou goed, hè, het eerste gedeelte is vooral het conditionele naar een hoger plan tillen. Maar goed, ik ben blij dat de kogel door de kerk is met Cenk. Dat die ook blijft. Dus ja, nu kan de trainer ook duidelijk naar iets toe werken. En ja, goed, en dan sluit je de, ja, of ja, sluit je, dinsdag sluit je echt af, maar dan sluit je het eerste gedeelte sluit je dan af. En ja, ik ben hartstikke tevreden tot nu toe. Ja, want als je even over Cenk praat, van, heb je nog even met je billen samengeknepen gezeten? Nou ja, tuurlijk, je houdt altijd rekening mee dat die kan gaan. En, maar goed, dat wist je van tevoren. Dus ja, goed, en daar, ja, ik heb altijd geleerd, waar je geen invloed op hebt, moet je ook niet zoveel, daar moet je ook niet zo druk om maken. Oké, het is nog lang geen 31 augustus, verwacht je nog iets? Nee, dat kan niet meer. Ja, dat kan. Jongens die onder contract staan, die kunnen tot 31 augustus. Maar goed, daar moet dan een bepaalde vergoeding tegenover staan. Maar goed, jongens die, zoals Cenk is in principe eigenlijk amateur. En heeft een amateurstatus. Dus die mogen tot de 14 of 15 en dat houdt op. En dus nee, in principe verwacht ik niks meer. Goed, als je dan de afgelopen weken hebt bekeken, is iedereen eigenlijk wel uitgeprobeerd, om het maar zo te zeggen. Zeker afgelopen zaterdag in Groningen. Wat voel jij daarbij op? Nou, ik viel me een paar positieve dingen op. Als ik zie, mooi om te zien hoe Maarten Smit, dat is toch een jaar weg geweest. Als ik dan zie hoe die doet, ja, vind ik mooi, vind ik leuk om te zien. En, maar goed, zo'n eerste wedstrijdje zegt natuurlijk niet zo heel veel. Het is vooral kijken van, is iedereen weer, dat het gevoel die honger naar die bal krijgen. Ja, goed, we zullen de komende weken wel zien hoe het zich verder ontwikkelt. Wat is dan de rol voor jou de komende weken? Mijn rol? Mijn rol zit in principe is in principe wel uitgespeeld. Je bent altijd moet op alert zijn. En, dus wat dat betreft ben je altijd druk. Oké, dankjewel. Excelsior 31 TV. Direct de nieuwste video's ontvangen? Volg ons via twitter.com/Excelsior 31 TV.